Nou, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Eventjes voor het filmpje, ik kijk wel even naar jou hoor. 77 met Marente, Tamira en Django. Want ze willen wat aanpassingen doen op de wijnkaart. Dan gaan we verschillende wijnen proeven om eens even te kijken wat ze een beetje zoeken, wat ze lekker vinden. Wat zou passen natuurlijk bij 17 en bij de gasten. Dus zodoende gaan we in verschillende stijlen wijnen proeven. Leg ik ze ook uit wat die stijlen zijn. En kijk ik natuurlijk heel erg wat hun feedback is, want dat is belangrijk. Daar gaan we mee aan de slag om te bepalen uiteindelijk welke wijnen zij... Ja, ik zeg altijd van ja, ik betaal liever eigenlijk nog 50 cent meer of een euro dat ik een betere wijn heb. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle klanten, of is dat... Willen jullie ook een goedkope wijn hebben of hoe moet ik dat zien eigenlijk? Nee, maar ik denk dat we nu met de wijn sowieso wel in een normale klasse zitten. Tenminste, ja, wij vragen 3,50 voor een wijn. Ja. Ik denk dat gewoon normaal. Dat is wel algemeen. Ja. Ja, is dat een gangbare prijs? Ja, ja als ik een beetje kijk wat er gebeurt dan. En de betere wijnen gaan iets hoger, maar dat mag natuurlijk ook. Maar ik denk dat toen was, tenminste als ik even herinner van Thijs en Ilse denk ik nog, die er nog zat. Klopt. Dat het ook vanuit zeg maar, de klanten werd ingegeven, dat de wijn wat ronder moest zijn. En tuurlijk luister je daarnaar, want voor mij is dat belangrijk, voor jullie is dat belangrijk. Want ja, de klant moet de wijn lekker vinden, die moet hem drinken. Ja. En je kan inderdaad net beter ietsje meer geld uitgeven aan de wijn, dat er gewoon lekker gedronken wordt. En dat mensen zeggen, doe mij nog een glas, want ik vind hem echt lekker. Ja. En dat je probeert heel goedkoop te zitten, dat ze zeggen, nou ja, laat maar. Het is altijd hout gelagerd, dus ook wat oxidatief, zwaar, een beetje lomp om het maar zo te zeggen. En op een gegeven moment kwamen ze dus met die verdichtgedraven en sauvignon en werden daar ineens hele frisse wijnen gemaakt. En nog steeds zijn ze daar heel erg mee aan de slag. Dat proef je ook in deze wijn. Die is fris, dat ziet er fruit, maar met name ook die zuren, waardoor je speeksel gaat lopen en je nog een slok wil. Nou, veel mensen vinden dat lekker. Het kan ook zijn dat je zegt van, dit is mij te zuur, te fris, daar hou ik niet van. Ja, dus dat is even zoeken, je mag rustig dat zeggen. Niks aan de gek, iedereen heeft een eigen smaak. Maar, ja, natuurlijk. Wat wij al jaren eigenlijk merken, en wat natuurlijk door de corona nog extra aandacht krijgt, duurzaam. Dat heel belangrijk is bij heel veel mensen. Het is wel lekker, hij is lekker fris. Ja, maar het is eerst de vraag vanuit jullie klanten. He, dat naar die stijlwijn. Ja. Ja. Gaat er door je heen? Hey, hij is toch al naar? Hey. En Sauvignon Blanc is natuurlijk gewoon een hele belangrijke, populaire druif, laat ik zo zeggen. Maar dit is een wijn die wat fruitiger. Sorry, bij de opkomst van Portugal? Portugal begint nu echt op te komen. Was dat normaal niet dan? Nee, het is al heel lang een land wat echt goede wijnen maakt. Maar je merkt eigenlijk pas de laatste jaren dat steeds meer ook naar Nederland komt. Ook Spanje. Chardonnay met een beetje macabeo. Chardonnay kan natuurlijk heel fris zijn. Kan ook, wat ik net zei, heel rijk, heel boterig, houtgrijpt en alles wat daartussen zit. Die macabeo, die geeft hem wat frisheid. Dat is bewust. Kaskas. Ja. Dat was ik hier best wel. Nee, nee, maar als je van die piri-piri of zo, weet je wel, waar er echt een beetje pepertjes. Kaas met oelek. Je begint ook helemaal te stralen. Helemaal. Het gaat er weer. Heerlijk. Oh, deze is ook heel lekker. Ik vind ze allemaal lekker. Ik neem ze allemaal. Deze is heel verwarmd. Ja. Ik vind het lekker, of wel apart, ja, weet ik niet zo goed. Nee, dat is ook een antwoord. Nee, ik vind hem niet per se niet lekker, maar ook niet dat ik denk van wauw of zo. Ik heb met deze wel meer dat ik denk, dat is echt hoe ik een droge witte wijn in mijn hoofd heb. Ja? Dat heb ik een beetje. Ja, inderdaad wel. Wel gewoon een serieuze, mooie volle smaak, maar hij springt er niet uit qua heel erg fris of heel erg zuurig. Van wel weer heel zomers. Als ik aan de herfst denk, dan denk ik inderdaad weer meer aan die meest rechts. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant, als het dan weer een mooie middag is in september of oktober, dan denk ik, ja, dan is het ook wel weer heel lekker. Ja. Nou ja, stel voor dat je 's middags zit te borrelen. Ja, dan vind ik het anders. Kijk, op het terras. We hoeven er niet over na te denken hoe het is als je in een volle kroeg met een glas wijn in je hand staat, want het is voorlopig ook niet aan de hand. Maar... Nee, dus daarom moeten we even daar, denk ik, gewoon in schakelen. Ja. Hoe zijn die in de markt eigenlijk? Italiaanse wijnen? Dat vind ik altijd heel goed. Ja, dat vind ik ook altijd heel erg lekker. En die hebben natuurlijk weer een heel eigen, zo vreselijk veel druivenrassen.
Wat en dat maakt Italië ook gewoon heel spannend. Nu heb je een Italiaans. Ik heb nu een Fiano. Die staat in, dit is dan een Siciliaan, maar hij staat ook heel veel in Puglia, de hakvandelaars. Leef jij ook aan Italiaanse restaurants hier of niet? Ja. Deze heeft geen hout gehad? Geen hout, geen houtlagering. Dus hij is niet gerijpt op eikenvaten. Maar is het nu, hebben jullie nu een keuze gemaakt al of ga je dat nog even laten bezinken? Ja, dat hij gewoon een rapper soft thee. Ja, precies dat. Ja, ik denk dat wit wel een beetje selectie hebben. Ja. Die achter. Maar ben jij ook in te huren voor gezelschappen die gewoon een, want dat, bijvoorbeeld Tim Paan doet dat wel eens, een wijnproeverij. Is dat vaak als met hapjes of zo? Ja, doe jij dat ook, ja? Ja, alleen het is nu natuurlijk even kijken van hoe gaat zich dat een beetje ontwikkelen. Ja. Maar ook verjaardagsfeestjes, wijnspijsdingen. Het is allemaal mogelijk. Ja. Ja, nou oké. Zeker, tuurlijk. Je kunt met wijn heel veel kant op. Helemaal duidelijk. En dan heb ik nog een laatste vraag. Ja. Wat is nou je eigen favoriete wijn? Roodgebied. Wit. Of een van je favorieten, laat ik het wat makkelijker maken. Drink je überhaupt veel wijn zelf? Ik drink graag wijn, ja. Ja? Als ik, ja, er zijn wel dagen in de week dat ik niet drink, maar zeker donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag wil ik dan gewoon lekker een glas wijn hebben. Maar daar, zonder dat je dan mensen beïnvloedt, maar jij hebt hier nu 6 flessen. Welke vind jij daar zelf de lekkerste van? Even afhankelijk denk ik van het drinkmoment. Ik vind dit gewoon heel prettig. Dat is dat is die Portugees? Ja, en ik vind die Cascais vind ik ook lekker. Ook gezien wat je daar aan tafel mee kan. Ja, ja. En okay. Daarnaast vind ik de vrije selectie gemaakt. Nou, oké, okay, super. Yes. Dankjewel. En kom kijken als je het gaat bezorgen. Ja, tegen die dan tijd. Geef je wel even een seintje. Heel goed, dankjewel. Yes.